Mijn naam is Roy van Rossum. Ik ben manager van het Flyboard Team Nederland. We staan hier op Croco Beach. Dat is op Klein Scheveningen aan de Lek. Dat is eigenlijk onze thuisbasis waar we de clinics geven, waar we lesgeven en af en toe ook een demonstratie. Het Flyboard Team Nederland bestaat eigenlijk pas 1 jaar. En dat komt ook eigenlijk omdat het flyboarden zelf pas een goed jaar bestaat. Ja, het flyboard is zo nieuw eigenlijk dat Frankie Zapata uit Frankrijk, uit Marseille, wereldkampioen jetskiën, die heeft eigenlijk het flyboarden bedacht. En die heeft het eigenlijk een goed jaar geleden pas op de markt gebracht. Ik ben Bo Krook, captain van Flyboard Team Nederland. Ik vlieg eigenlijk alle shows en alle activiteiten met flyboarden die begeleid ik. Op sportief niveau onderscheiden we ons. Maar daarnaast ook met de hospitality. Ik bedoel, we kijken om je heen. Wij proberen gewoon lekker als een gezellig uitje en toch op een goed sportief niveau les te geven. De waterscooter die moet bediend worden door iemand die op de waterscooter zit en die eigenlijk gas geeft. Dus het water gaat door de slang naar boven toe. En omdat het door de slang naar boven gaat, komt het op een bord bij mijn voeten eruit. Extended is voor ons echt de ultieme hoofdsponsor eigenlijk. Hè, dat ik jong dynamisch bedrijf. Ik wil ook vooruitlopen met alle nieuwste technieken. En natuurlijk het flyboard is natuurlijk ook een hele jonge dynamische sport. Dus dat is een mooie match. Het flyboarden vergt op zich best wel wat oefening. Al moet ik zeggen, dat zien we ook vandaag weer, dat de meeste mensen er na 5-6 minuutjes omhoog gaan. En uiteraard dan ga je een beetje omhoog en dan kun je nog niet zoals Bo allemaal salto's en andere trucs uithalen. Maar op zich is het goed te doen. De basistechnieken die kan iedereen eigenlijk vrij snel al leren. Flyboarden, dat is echt gegarandeerd sta je binnen 10 minuten. Dat is verschillend per persoon. Kijk, de ene staat de eerste gelijk omhoog, de andere valt eerst nog 10 keer in het water voordat hij een beetje gaat staan. De andere doet na 20 minuten tot salto. Heel verschillend.